het signaleren en melden van vrouwelijke genitale verminking. Zoals u net heeft gehoord, wordt dit webinar opgenomen. Alle onze voorgaande webinars zijn ook terug te zien op YouTube, op een eigen YouTube-kanaal van Pharos. En dat zal voor dit webinar ook gelden. Dus mocht u niet in beeld willen komen, zet dan uw camera vooral uit. Mijn naam is Diana Geraci en ik werk als projectleider bij Pharos. Pharos is naast expertisecentrum gezondheidsverschillen ook al vele jaren het focal point op het gebied van vrouwelijke genitale verminking. En dat betekent dat wij samen met heel veel andere partijen in het land bijdragen aan het voorkomen van VGV. We dragen bij aan het organiseren van goede zorg voor vrouwen die besneden zijn. En we verspreiden kennis aan iedereen die een rol heeft in de hele ketenaanpak rondom VGV. En dat doen we samen met vele partijen zoals EFSAN, Federatie Somalische Associaties Nederland, maar ook GGD'en, Veilig Thuis en ministeries. Het ministerie van VWS heeft daar een belangrijke rol in. En een van de activiteiten die we in het kader van ons focal point doen is het bieden van deze webinars. En vandaag, zoals gezegd, staat het rapport van AEF centraal. We hebben vandaag twee gastsprekers. Annemiek de Nooijer zal zo de hoofdpunten van het rapport met ons delen. De bevindingen, maar ook knelpunten, oplossingsrichtingen. En Suzanne Gordijn, senior juridisch beleidsmedewerker bij VWS. Die gaat op één van die knelpunten de diepte met ons in. En dan met name op het gebied van privacy, maar ook de vrees van tuchtrecht. En we hopen op deze manier dat de belangrijke bevindingen uit dat rapport, waarvan wij denken dat die echt een goede stap kunnen zijn in de verdere aanscherping van het voorkomen van VGV in Nederland, dat dat veel stof tot nadenken biedt. En we kunnen ons ook voorstellen dat het veel vragen oproept. Vragen kunt u stellen via de chat. Ik zal dat in de gaten houden en op geregelde momenten ook die vragen voorleggen aan Annemiek of aan Suzanne. En voor zover we niet toekomen aan de vragen tijdens dit webinar, proberen we die achteraf te beantwoorden. Annemiek, mag ik aan jou het woord geven? Ja, zeker. Meteen even checken of jullie mij goed horen. Dan ga ik tegelijkertijd mijn presentatie delen via het scherm. Kan je goed horen? Even kijken. Mooi. Als het goed is, komt de presentatie in beeld? Kijk even tot ik de bevestiging zie. We zien nu IF has started screen sharing, maar ik zie hem nog niet. Ja, nu zien we hem. Nou, enige vertraging, maar dan zijn we er. Mooi, toch altijd weer spannend. Nee, fijn om hier in gesprek te gaan over het rapport, het onderzoek dat we gedaan hebben naar het signaleren en melden van vrouwelijke genitale verminking. Dit is een onderzoek dat we gedaan hebben vorig jaar, omdat er eigenlijk heel weinig meldingen zijn van VGV bij Veilig Thuis. En tegelijkertijd we wel weten dat er best wel een groep is waarbij dit voorkomt. Ik neem jullie vandaag mee in de aanleiding en opzet van het onderzoek. Het signaleren van VGV en handelen bij vermoedens van VGV. Wat komt daar nou allemaal bij kijken? En dan vervolgens ook echt specifieker. En daar gaan we het meest op in de knelpunten die professionals ervaren in de aanpak van VGV. En ook mogelijke oplossingsrichtingen die ook uit dit rapport en uit het onderzoek zijn voortgekomen. Tussendoor pak ik even een moment voor vragen en ook aan het eind natuurlijk. Dus zet die gerustig in de chat en dan horen we die straks. Nou, om jullie even mee te nemen, het aantal meldingen van VGV is dus veel lager dan eigenlijk je zou verwachten. We weten dat er in Nederland 41.000 vrouwen zijn besneden. En de komende 20 jaar lopen er per jaar nog wel 4.200 meisjes. Of nee, niet per jaar, de komende 20 jaar lopen er meer dan 4.000 meisjes het risico om besneden te worden. Dit zijn schattingen ook mede op basis van onderzoek van onder andere Pharos. En dat is tegelijkertijd
terwijl het aantal meldingen bij Veilig Thuis jaarlijks tussen de 0 en de 5 ligt. Door de afstand naar 0 en 5. Dat is eigenlijk dus opvallend vandaag. En het is natuurlijk ook heel moeilijk op PGV te signaleren. Maar de vraag die daarbij ook vanuit het ministerie van VWS is gesteld is: hoe kunnen we nou die groep van potentiële slachtoffers van PGV beeld in beeld brengen door professionals? Dus waar lopen professionals tegenaan? We zien namelijk tegelijkertijd ook dat het aantal vrouwelijke migranten uit risicolanden van PGV echt fors is en ook nog wat toegenomen is de afgelopen jaren. Dat zie je op het grafiekje op rechts, waarbij er zowel echt een heel aantal vrouwen zijn die mogelijk al besneden zijn, als wel jonge meisjes die risico lopen op besnijden, dus op dreigende PGV. Nou, hoe kan die groep van potentiële slachtoffers van PGV nou beter in beeld worden gebracht door professionals? Dat is eigenlijk de hoofdvraag die we hebben onderzocht. En daarin hebben we meer dan 60 interviews gevoerd met de professionals die te maken hebben met dan wel de doelgroep van PGV, vanwege de locatie waar zij werken, te maken hebben gehad in hun werk met een situatie met dreigende PGV, of ook te maken hebben met al uitgevoerde PGV. En we hebben gesproken met eigenlijk allemaal professionals die ook vallen onder de meldcode. Juist omdat de vraag natuurlijk ook wel samenhangt met wanneer wordt er gemeld, wanneer vraag je advies, wat belemmert je daarin, welke overwegingen neem je daarin mee. Uiteindelijk hebben we op basis van de informatie van deze 60 interviews ook nog 3 verdiepende sessies gehouden om eigenlijk te kijken van wat zijn dan de overkoepelende knelpunten en ook mogelijke oplossingsrichtingen die hieruit voortkomen. Met verschillende eigen professionals die wat vaker ervaring hebben gehad met VGV en experts ook op dat gebied. Nou, rechts in beeld zie je de beroepsgroepen die hebben gesproken. Dus dat gaat van huisartsen tot verloskundigen. De jeugdzorg hebben we ook nog gesproken, maar ook kinderopvang, onderwijs, sociaal werk. Natuurlijk de JGZ, dus best wel breed. En wel hebben we dat verspreid gedaan over het land in 4 verschillende regio's. Maar wel regio's waarvan ook wel bekend is dat er best wel veel meisjes en vrouwen zijn uit de risicolanden waar VGV veel voorkomt. We nemen jullie vandaag dus mee in de hoofdbevindingen van die knelpunten en die mogelijke oplossingsrichtingen. Maar om even te beginnen, eerst ook het zorgpad dat eigenlijk vaak doorlopen wordt op het moment dat er sprake is van signalen van vrouwelijke genitale verminking. Nou, het zal van jullie velen wel bekend zijn, maar er komt best wel bij kijken. Niet elke stap is eigenlijk ook een standaard onderdeel, maar kan natuurlijk wel onderdeel zijn van het zorgpad wat plaatsvindt bij VGV. Gezien op het moment dat er signalen zijn, nou, hoe duid je die dan? Hoe weeg je of dit ernstig genoeg is om er wel of niet wat mee te doen? Misschien vraag je advies bij collega's. Ja, ga je dan het gesprek aan? Hoe doe je dat? Misschien vraag je advies bij Veilig Thuis. Maak je een melding volgens de meldcode wel of niet? Weegt het zwaar genoeg? Zijn er dan nog vervolggesprekken met het gezin? Hoe adresseer je dat weer? Welke interventies zou je kunnen inzetten of worden er ook ingezet vanuit Veilig Thuis? En welke nazorg kun je bieden? Dus er komen hartstikke veel dingen kijken op het moment dat er sprake zijn eigenlijk van signalen van PGV. Maar daarbij komt ook heel veel factoren kijken in hoeverre je daar wel of niet je in thuis voelt, bekwaam bent, dat vaker hebt gedaan. Heb je kennis over VGV? Heb je het met collega's wel eens over vrouwelijke genitale verminking? Of zij dat wel eens zien of signalen daarvoor opvangen? Voel je je bekwaam om het gesprek te voeren over VGV? Het is natuurlijk best een lastig gesprek, ook over seksualiteit. Vaak iets wat ook in de culturen van de cliënten ook iets is wat niet zomaar ter sprake komt. Heb je zelf ervaringen al eerder in je carrière gehad met signalen van VGV? En heb je ervaringen met bijvoorbeeld melden of adviesvraag bij Veilig Thuis? Bijvoorbeeld bij kindermishandeling, anderszins huiselijk geweld. Kennis van de meldcode, hoe gebruik je die, hoe pas je die toe? Maar ook kennis over overdracht. Mag jij, als je een vermoeden hebt dat overdragen bijvoorbeeld aan de huisarts of aan de JGZ? Of heb je wel informatie gekregen bijvoorbeeld van school of niet? Mag dat? Hoe werkt dat? Nou, daar gaat Susanne straks ook nog uitgebreider op in. Maar dit alleen al om even te duiden dat er hartstikke veel komt kijken. Voelen we eigenlijk ook zo'n zorgpad kunnen doorlopen. Ik neem jullie mee in de knelpunten en die hebben we verdeeld over 5 thema's. Als eerste de kennis om vrouwelijke genitale verminking te signaleren. Dan als tweede categorie ook handelingsverlegenheid in het voeren van het gesprek over vrouwelijke genitale verminking. Hoe te handelen
Als derde categorie, dus hoe handel je, wat doe je, volg je de meldcode, wat zijn je eigen mogelijkheden. Overdracht en privacy, dat zijn de knelpunten die daar binnen worden ervaren. En ook de rol van veilig thuis. Nou, om te starten, wat we terugkregen uit het onderzoek was de basis van vrouwelijke genitale verminking, de basiskennis, om die signalen eigenlijk echt op te vangen, dat kan beter bij een heel aantal van de professionals. We zien dat er alleen echt een verschil is tussen de generalistische opleidingen en meer specialistische beroepen. Ook een verschil tussen de medische beroepen en de niet-medische beroepen. Bij een aantal medische beroepen komt dat wat vaker terug. Ook bij een heel aantal is het aandeel maar heel gering. Dus dat is niet per se een tweedeling die overal heel duidelijk is. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat bij de jeugdgezondheidszorg er nadrukkelijk meer aandacht is voor het risico van VGV. We zien terug dat er wel veel kennis is over de risicolanden. Dat weten echt de meeste mensen die we hebben geïnterviewd best wel goed. En ook over de meldcode is veel bekend. Maar de conclusie is dus wel dat niet alle professionals die onder de meldcode vallen, beschikken over die basale kennis van vrouwelijke genitale verminking en wat daarmee de signalen zijn waarop je moet letten. Ook omdat de mensen die wij spraken zijn vaak echte professionals die zeggen van ja, ik merk wel bij mijn collega's dat ik al een van de mensen ben die hier wel het meeste van weet. Anders functionarissen bij de desbetreffende organisaties. Mensen die vaker te maken hebben gehad met VGV. Dus dat horen we echt wel duidelijk. Dat tekent zich ook wel af als we kijken naar hoe VGV een plek heeft in het onderwijs en in de scholing voor professionals. We zien dat het in de opleidingen eigenlijk vaak maar heel weinig lestijd heeft. Zowel in de medische opleidingen als in de opleidingen voor onderwijsprofessionals. Vaak maar 1 uur over de verschillende jaren heen. Soms zie je dat in de specialistische beroepen en de vervolgopleidingen nogal meer onderwijsgericht is op VGV. Denk natuurlijk aan de opleiding tot verloskundige, opleiding tot gynaecoloog, tot jeugdarts. Maar wat de meeste professionals ons eigenlijk vertelden, is dat zij veelal op eigen initiatief cursussen hebben gevolgd. Bij de GGD zelf, bij de KNOV, bij VADOS of andere organisaties. Omdat ze daar over gelezen hadden, over hadden gehoord van een collega, of omdat ze in aanraking kwamen met signalen van VGV en dachten, goh, wat moet ik hiermee? Die scholing is natuurlijk niet verplicht en is dus vaak ja, na een ervaring in hun werk met VGV. Wel geven zij vaak ook aan dat het echt helpt als die alertheid daarop wordt bevorderd. Want veel mensen weten er wel iets van af, maar het zakt toch ook wel weer naar de achtergrond. Het is iets wat ook uiteindelijk zo incidenteel is, dat het niet iets is wat on top of mind is voor veel professionals. Dus het helpt als er nieuwsbrieven zijn die dit weer onder de aandacht brengen. Weer die aandacht van aandachtsfunctionarissen of een trigger, een alertering van het systeem waarmee je werkt. Als we kijken naar handelingsverlegenheid, dan zien we eigenlijk dat er verschillende drempels zijn die professionals hinderen in het voeren van het gesprek. Aan de ene kant is er überhaupt schaamte bij de doelgroep zelf over het onderwerp seksualiteit en over VGV. Zij weten soms zelf ook niet of ze besneden zijn, deze vrouwen. En ze zullen het dus ook niet zomaar benoemen bij de meeste culturen. Dus er ligt echt een taak voor de professional om dit onderwerp te adresseren. Tegelijkertijd kent de doelgroep ons zorgsysteem vaak ook niet goed genoeg. Ze weten niet dat ze naar de huisarts kunnen om dit te bespreken, om klachten die ze hebben bijvoorbeeld te adresseren. Of dat de huisarts een vertrouwenspersoon is die niet zomaar zonder hun toestemming daar met anderen over mag praten. Wel horen we terug van eigenlijk bijna alle mensen die we gesproken hebben, dat ouders toch tegenwoordig wel vaak heel goed weten dat vrouwelijke genitale verminking in Nederland strafbaar is. Dus dat daar echt wel bewustzijn van is. Dit wordt ook bij de COA's benoemd en geadresseerd. Dus dat is iets wat wel algemeen bekend is bij de doelgroep zelf. Andere drempel die professionals ook hindert, is het voeren van het gesprek over PGV is vaak toch iets waar men niet getraind in is en waar je je niet comfortabel bij voelt. Het is een lastig onderwerp, hoe benoem je dit, zonder altijd stigmatiserend te zijn. Hoe kom je toch een beetje door die geslotenheid heen die er bij de verschillende culturen is? Heb je een goede vertrouwensrelatie, durf je dit onderwerp dan ook al aan te snijden? Hoe beïnvloedt dit je relatie onderling? Dus daar zit ook echt een drempel die wel overbrugbaar is, maar wel iets is wat ook of ervaring of training vraagt. Nou, dan spelen taalbarrières een rol. Ik denk voor velen herkenbaar. We moeten natuurlijk het gesprek, zeker ook als er kinderen zijn die gaan tolken of familie. Tolken kunnen natuurlijk ingezet worden, maar is vaak logistiek lastig en er zijn kosten aan verbonden. Al worden deze vaak vergoed.
Tot slot benoem ik hier ook nog de overdracht met andere professionals. Niet zozeer omdat dit de handelingsverlegenheid meteen triggert, maar wel omdat het een drempel is die in de weg staat van het voeren van het gesprek. Vaak is er niet een overdracht, standaard overdracht, of niet altijd een standaard overdracht tussen organisaties in, waardoor die signalen vaak van worden opgevolgd van VGV. En dit maakt het wel lastiger om het gesprek in ieder geval te initiëren. Dan zien we ook in, als we kijken naar hoe te handelen, dat er veel verschillen zijn tussen beroepen. En dat het invloed heeft op professionals en hoe zij uiteindelijk zelf handelen. Eigenlijk afhankelijk van de locatie en beroep zien we dat professionals in wisselende mate contact hebben met VGV, maar ook met de doelgroep van VGV. Dus dit bepaalt ook een stuk hun risicoafwegingen en vermogen tot handelen bij signalen. We zien dus dat er grote verschillen zijn in de frequentie waarmee professionals te maken hebben met signalen van VGV. Denk bijvoorbeeld aan mensen op de kinderopvang. Zij werken aan de ene kant heel intensief met kinderen, maar komen VGV niet zo vaak tegen. Dus dat is iets wat leidt tot weinig blootstelling en ook een beetje handelingsverlegenheid natuurlijk in de hand werkt. Als de kinderen te verschonen hebben, is natuurlijk wel zicht op mogelijk symptomen. Ja, het op mogelijk zijn is. Maar dat moet je wel herkennen. Dat is wel iets wat uitdagend is als je daar nooit mee in aanraking komt. Nou, dan zien we ook dat natuurlijk in de duur van het contact met ouders zijn veel verschillen. De meeste beroepen hebben vaak een incidenteel, kortdurend contact. In het onderwijs is er vaak veel langer contact, zijn zij langer betrokken bij kinderen. Maar ze zijn wel afhankelijk in het onderwijs van wat het meisje, wat kinderen hun vertellen, hè, van de signalen van het kind zelf. Er zijn niet zo heel veel momenten voor het gesprek met ouders, waarop in ieder geval het gesprek over VGV ook gevoerd wordt. Dus zij varen vaak veel meer op gedragsveranderingen, op wat het kind zegt. Dat zijn dan wel triggers om alert te zijn, maar het zijn vaak ook al triggers eigenlijk of signalen dat je misschien dat er al VGV is uitgevoerd. Dus dat je al te laat bent op de zijn en feit is. Als laatste zien we natuurlijk dat er een aantal beroepen zijn waarbij fysiek onderzoek kan worden uitgevoerd. En een aantal beroepen waarbij dat niet zo is. Dit maakt het vaak wel vanzelfsprekend om het gesprek te voeren. Omdat op het moment dat er ook sprake is van een fysiek onderzoek, ook een haakje geeft om te spreken over seksualiteit en ook over VGV. Zeker een verloskundige is natuurlijk iemand die enkele maanden intensief betrokken is bij een zwangere vrouw. Die ook kan vaststellen van bent u zelf besneden of niet. Daar het gesprek over kan aangaan. Waarbij het dan ook makkelijker is om vervolgens te vervolgen van heeft u nagedacht over VGV. Besnijdenis bij uw dochters. Daarin kun je dat dus, is het al logischer om dit ook te bespreken. Dan gaan we door. Iets anders wat de afweging om te melden echt nog wel beïnvloedt, is het al gerealiseerd of niet gerealiseerde VGV. Dus is het dreigende VGV of gerealiseerde VGV. Professionals geven eigenlijk veel al aan dat zij al gerealiseerde VGV niet melden of het moet relatief recent zijn gebeurd. Het is immers vaak al lang geleden gebeurd en leidt niet meer tot structurele onveiligheid en is niet meer acuut. Dus wel behoefte aan goede nazorg, dat wordt dan ook echt gezien als belangrijk, maar een melding bij Veilig Thuis wordt niet gedaan. En handelen bij die gerealiseerde VGV vraagt dan ook samenwerking met andere professionals en wat ze daarbij ook ervaren is dat ze dan aan de ene kant dat wel doen, maar dat er soms geen terugkoppeling komt van wat er dan in actie wordt gezet. Ook hier speelt die overdracht wel weer een rol. Wat hier ook nog meespeelt is wanneer mag je dan ook andere organisaties inlichten over gerealiseerde VGV bij een meisje, bij een vrouw. En is er dan nog ook een risico voor de blusjes, in dit geval natuurlijk specifiek zusjes, hè, voor de andere dochters erbij. Dat is iets wat ook echt nog een rol speelt, waar echt nog een overweging bij gaande is. Bij dreigende VGV voelen professionals zich natuurlijk veel meer genoodzaakt om wel te handelen en ook te melden. Alleen het window om te signaleren is kort. De signalen zijn niet duidelijk en niet eenduidig. Drempels die worden ervaren zijn toch dat het kan leiden tot een schending van de vertrouwensrelatie. Zeker als de signalen niet zo duidelijk zijn dat. Maar ook zelfs tot bedreiging door patiënt en zijn familie. En ook medisch professionals geven aan dat zij ook risico's zien in het tuchtrecht. En dat ze ook daarin toch soms teruggehouden zijn. Professionals overleggen vaak eerst met collega's voor ze Veilig Thuis om advies vragen. En de JGZ en huisarts zijn daarbij een veel bekendere en voor de hand liggende partner die ze vaak benaderen. Veel professionals weten namelijk ook niet dat je bij Veilig Thuis ook om advies kunt vragen naast dat je kunt melden. Dus die stap die ervoor zit, wordt eigenlijk niet zo standaard gedaan. Dan hebben we de drie
eerste knelpunt behandeld. Dan ben ik even benieuwd, zijn er al vragen tussendoor waar we nu op in moeten gaan, Diana? Nee, er zijn nog geen vragen. Dus wat mij betreft kan je door. Helemaal goed. Nou, dan knelpunt 4. Wat we ook wel echt heel erg terug horen is dat de rol van Veilig Thuis en de ervaringen met Veilig Thuis een rol spelen. Dus wat we zien, we noemden het net ook al, is dat eigenlijk bij die adviesfunctie van Veilig Thuis speelt meer dat het onbekend is dat dat kan. Bij Veilig Thuis zijn er vertrouwensartsen die specifiek vaak veel weten van VGV en die hier ook echt over meedenken, over wat kun je doen, wat zijn de signalen, heb je hiernaar gevraagd. En dat wordt nog niet zo heel veel benut, dus daar liggen kansen. Wat een drempel vormt daarbinnen is dat er echt wisselende ervaringen zijn over de expertise en toegevoegde waarde van Veilig Thuis bij professionals. Niet altijd op basis van eigen ervaringen, dit is ook op basis van een indruk van collega's, gewoon van het beeld wat Veilig Thuis heeft in de desbetreffende regio. Dus het is heel erg verschillend, dat maakt het ook wel lastig hoe dit te beïnvloeden, want vaak worden er goede adviezen gegeven. En aan de andere kant wordt er ook ervaren dat soms zaken snel worden teruggelegd bij professionals en dat zij niet altijd de steun ervaren die ze zouden willen bij Veilig Thuis. Bij een melding geven professionals terug dat ze zich soms niet gehoord voelen, terwijl een melding doen niet als lichtzinnig, niet zomaar lichtzinnig wordt gedaan, dus dat best wel iets wat zwaar is voor hen. Soms ervaren ze dat de interventies die gedaan worden niet altijd passend zijn. Dit wisselt ook, dit geldt niet alleen voor VGV, maar ook voor ervaringen die zij hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. En dit beïnvloedt natuurlijk wel hun neiging om wel of niet te melden. Wat we ook terug horen is dat professionals uiteindelijk vaak melden om gerichte interventies in te zetten. Maar dat zij inderdaad eigenlijk bijna nooit melden voor die zicht op veiligheid, voor die overdracht of voor de bundeling van signalen. Dus daarin heeft Veilig Thuis eigenlijk niet het overzicht van, is er bij dit gezin of bij dit kind nou echt een risico? Wordt er op meerdere plekken dit risico ook gesignaleerd? Dus die functie lijkt niet echt aan voldaan te worden. Nou, als laatste knelpunt hoorden we terug dat het best wel lastig is om goed overdragen over signalen van VGV en dat dat niet structureel plaatsvindt. Aan de ene kant is die aanpak van VGV echt gebaat bij een goede overdracht. Stel, bij de verloskundige komt men erachter dat moeder besneden is, dan is het hartstikke fijn dat de JGZ daar ook vanaf weet. En bij een aantal plekken zien we dat die duidelijke overdrachtstructuur er wel is, maar op een aantal plekken ook niet. Met name tussen het consultatiebureau de jeugdgezondheidszorg, verloskundige is die er wel. Van de jeugdgezondheidszorg, ook van 0 tot 4 en vervolgens 4 tot 18 is die er ook. Maar die is er minder met betrekking tot het onderwijs en met betrekking tot de asielopvang eigenlijk. Daarin is het vaak afhankelijk van individuen, van een nieuwe huisarts van een gezin, die wel of niet ook het oude dossier opvraagt bij de COBA. Omdat er echt een reden moet zijn om dat dossier over te dragen. Dus nu wordt niet vanzelfsprekend het dossier van het COBA overgedragen aan een nieuwe huisarts. Omdat het vaak heel abrupt is dat een gezin plots weggaat bij het COA. Overdracht bij verhuizing naar andere scholen wordt ook vaak niet standaard gedaan. Dus ook daarbij kan het zijn dat er toch signalen verloren gaan. Nou ja, dat zijn ook tekenen. Toch, hoe kunnen we dat misschien veranderen? Verder wordt aangegeven dat het heel erg helpt om elkaar te kennen. Om te weten in de regio wie zijn nou aanspreekpunten hiervoor. Met wie werk ik samen. Nou, professionals geven echt aan, dan bel je toch even makkelijker, dan overleg je makkelijker en weet je ook een beetje wie je aan de andere kant hebt. Maar hier speelt toch echt een rol bij dat professionals zich wel belemmerd voelen vanwege die privacy aspecten. Ook dat zij niet altijd weten wat ze precies wel en niet mogen, maar des te meer belemmert hen dat in het wel of niet overdragen, wel of niet bespreken van dit met collega's. Nou, dan, hoe kijken we dan naar de knelpunten en hoe komen we tot oplossingsrichtingen? Eigenlijk zien we overkoepelend, zien we dus 5 knelpunten op die 5 thema's die ik noemde. Aan de ene kant signalering. Niet alle professionals zijn zich bewust van de signalen van VGV. We hebben daar de kennis van, mede doordat de opleidingen daar weinig op inspelen. En omdat het niet verplicht is qua scholing. In de gespreksvoering zien we dat er handelingsverlegenheid is over het voeren van het gesprek. Een stukje schaamte bij aan de ene kant de doelgroep zelf, maar ook bij de professionals. Om dit gesprek eigenlijk aan te kaarten. En ook toch je niet bekwaam voelen in hoe voer ik dit gesprek en daar geen training in gehad hebben. Qua interventies weten professionals niet altijd hoe te handelen bij een vermoeden van PGV. Er is nog niet altijd bekend dat je advies kan vragen bij Veilig Thuis. Er wordt niet altijd veel uitgewisseld tussen professionals onderling over ervaringen met VGV. Dus daar liggen mogelijkheden. Nou, de overdracht van privacy die ik net benoemde, die is nog niet op alle plekken goed geborgd, structureel ingericht
En dus de zorgen over privacy, de zorgen over mag ik dit wel doen, staat ook informatiedeling in. Als laatste wordt Veilig Thuis niet altijd ervaren als een deskundig partner, daarom niet altijd betrokken in het traject om advies te vragen of om een melding te doen. En dat is ook zeer gebaseerd op indrukken en niet alleen gebaseerd op ervaringen met betrekking tot VGV, maar ook ervaringen breder dan VGV. En wat we daaruit in ieder geval concluderen is dat het vier dingen echt vraagt. Vier categorieën van oplossingsrichtingen halen we daaruit. Aan de ene kant zien we dat we de beroepsgroep specifiek moeten inspelen. Er zijn gewoon flinke verschillen tussen professionals. En dat je daar dus eigenlijk op in kan zetten. Dat er meer behoefte is aan interventies gericht op het vergroten van kennis van professionals en het verminderen van de handelingsverlegenheid. Er zijn een aantal aanbevelingen van organisatorische aard waar ik zo op kom. En beroepsgroep en sector specifieke aanbevelingen. Nou, door naar de oplossingsrichtlingen. Dus we zeiden al, durf in te spelen op die verschillen tussen professionals. Voor een aantal groepen kan het echt helpen om gerichter en frequenter de scholing aan te bieden. Dat hoeft niet verplicht te worden, maar wel juist in de regio's en de plekken waar er veel mensen zijn. Die risico lopen op PGV, waar er veel mensen zijn uit de prevalentielanden. Dat biedt gewoon mogelijkheden om kennis daar te versterken. Tegelijkertijd helpt het ook heel erg om alertering en taaktriggers te bieden. Een van de dingen die vaak al genoemd werd, is dat de jeugdgezondheidszorg stuurt vaak op de zomervakantie een nieuwsbrief uit naar allerlei scholen en ook schoolse opvang in de regio. Om hen even weer te alerteren op, let op, mensen kunnen naar het land van herkomst afreizen. Wat betekent dat? Is er risico op VGV of niet? Dit wordt erg gewaardeerd. Dit helpt van professionals om VGV op het netvlies te houden. Zou kunnen worden gekeken van, zijn er nog andere taaktriggers, bijvoorbeeld van een melding in het systeem, dat iemand uit een bepaald risicoland komt, om dit beter onder de aandacht te brengen. Dan benoemen we investerende kennis en handelingsbekwaamheid van professionals. Dus zet bijvoorbeeld meer in op het benutten van ervaringsdeskundigen, sleutelpersonen, welke aandachtsfunctionarissen voor die alertheid en trainingen over VGV en trainingen over gespreksvoering. Bevorder dat VGV bespreekbaar is door te zorgen voor een veilige en oordeelsvrije setting. Dus als iets wat vanzelfsprekend is. Soms helpt het bijvoorbeeld ook als professionals kunnen verwijzen naar, ik moet dit gewoon vragen vanwege het protocol. Dit is iets wat we standaard langslopen. We benoemen ook gewoon dat VGV hierbij een rol speelt. Het helpt professionals om het wat minder bij zichzelf te houden en meer een standaard onderdeel te maken van hun lijst met dingen die ze moeten vragen aan ouders. Helpt professionals ook op weg bij vermoedens van VGV via een routekaart met contactpersonen. Dat is bijvoorbeeld, wie kun je nou vragen? Wie kun je benaderen bij de jeugdgezondheidszorg? Wie is al iemand anders die hier expertise over heeft? Daar kun je daar gewoon eens wat anoniem of anoniem in ieder geval casus vragen stellen. Veilig Thuis geldt het ook voor. En tot slot geef ook verlichting over de privacy aspecten. Nou, daar komen we straks ook zelf nog op terug met Susanne. Dat is een bruggetje. Misschien een wel bruggetjes wat dat betreft. Hè? In de tweede twee categorieën. Pak die eventjes niet de volgende slide. In de tweede twee categorieën zien we van de ene kant organisatorische aanbevelingen. Dat is zorg voor een duidelijk en bekwaam aanspreekpunt voor PGV. Het liefst binnen eigen organisatie, maar anders in ieder geval binnen de regio. Bijvoorbeeld bij een andere organisatie. Die zijn er ook al bij de jeugdgezondheidszorg. Dus dat is belangrijk om eerst eigenlijk even te vermelden, want dit is een aanbeveling die een beetje dubbelop is. Want bij de JGZ is er volgens mij in elke regio of landelijk een aandachtsfunctionaris PGV. Tegelijkertijd kan het helpen om iemand te hebben die daarbij er is en die bekend is voor collega's zelf. Tweede, onderzoeken hoe ook die adviesfunctie van Veilig Thuis versterkt kan worden. Hoe kun je hier nou meer op inspelen? Hoe kan het bekender worden? Hoe kan dat ook misschien wat verder reiken? En ook voor onderwijs bijvoorbeeld nog wat meer onder de aandacht worden gebracht. Ten derde zien we ook een rol voor de jeugdgezondheidszorg bij het monitoren van de signalen. Misschien wel bundelen van de signalen. Zoals we eerder benoemden, hebben professionals vaker contact met de jeugdgezondheidszorg bij verdenking op, bij signalen van PGV dan met Veilig Thuis. Daar ligt mogelijk ook een kans om te zeggen van, kunnen er niet meer overdrachtsmomenten zijn richting de jeugdgezondheidszorg om ook op die manier die bundeling wat beter te organiseren. En kan de rol van de jeugdgezondheidszorg daar bijvoorbeeld ook in worden versterkt als partij.
De laatste drie dan geef voorlichting over de rol en bijdrage van Veilig Thuis. Dus over de expertise die er daar is, over de verschillende functionarissen die er zijn bij Veilig Thuis. En over waar je goed terecht kunt met vragen omtrent het TGV. Nou, we voeren die dossieroverdracht bij verhuizingen. Dus maak dat standaard. Zorg dat huisartsen daar ook een rol in hebben. En tot slot ook praktisch, neem die kleine drempels weg. Kosten van tolken, hoe kun je dat veranderen? Ook specialistische begeleiding bij bepaalde risicolanden. Bijvoorbeeld, vaak wordt genoemd dat mensen uit Eritrea toch wel heel gestoten zijn. Hoe dring je daar tot door? Wat is daarbij mogelijk? Nou, dat zijn ook dingen die we echt nog wel zien als kansen. Voor specifieke beroepsgroepen en sectoren zien we nog drie verschillende aanbevelingen. Voor de huisartsen denken we echt dat het kan helpen als het wat meer terugkomt in de opleiding tot huisarts. En dat op die manier meer kennis over VGV een weg vindt tot de spreekkamer van de huisarts. We zien kansen om te investeren in de kennis en expertise en het netwerk van de zorgcoördinator in het onderwijs. Zeker ook de zorgcoördinatoren die op scholen spelen, op scholen werken. Met veel kinderen uit de risicolanden, bijvoorbeeld met een internationale schakelklas. De zorgcoördinator is vaak een spin in het web op school. Vaak iemand die door docenten echt wordt benaderd bij twijfels, bij zorgen over een kind. Dus echt het aanspreekpunt kan zijn binnen een school en daarmee meteen een heel aantal leerlingen kan bereiken. En tot slot, ook al eerder benoemd, gebruik een taaktrigger waar mogelijk. In dit geval ook een taaktrigger om een verklaring tegen VGV mee te geven bij afreizen naar een risicoland. Zo'n verklaring tegen VGV, dat is juist bedoeld om onder de aandacht te brengen in het thuisland, in het herkomstland, dat VGV strafbaar is in Nederland. En dat kan onder andere bij reizigersvaccinaties worden gedaan, maar mogelijk ook voor andere plekken waar mensen komen voor zij terugreizen naar een land van herkomst. Nou, dan ben ik aan het einde van de presentatie gekomen. Dan lopen we volgens mij redelijk op schema. Je loopt heel mooi op schema, Annemiek, dank je wel. Voor je heldere verhaal. Er zijn een paar vragen. Ik zie van Marianne een vraag die zegt: is er ook mogelijkheid tot een webinar of training voor Veilig Thuis medewerkers ten behoeve van deskundigheidsbevordering? Die kan ik zelf beantwoorden. We hebben in elk geval één keer per jaar een scholing voor de aandachtfunctionarissen van Veilig Thuis en voor de JGZ over VGV. Dus daar worden alle aandachtsfunctionarissen voor uitgenodigd. En het idee is dat die aandachtsfunctionarissen weer de kennis verspreiden binnen hun eigen organisatie. Maar ik denk dat het zeker ook een goed idee is om te kijken of we op landelijk niveau ook een specifieke scholing weer kunnen organiseren voor Veilig Thuis. Dus dank je voor de suggestie, Marianne. En Hetty die zegt, Annemiek, je zegt openheid doelgroep, maar mijn ervaring is dat de doelgroep vrouwen zelf er vaak juist heel open over zijn. Is er ook een ervaringsdeskundige groep, vrouwen die elkaar helpen en informeren? Ja. Over het tweede weet ik niet meteen een antwoord. Het eerste, ik denk inderdaad dat het heel erg verschilt hoor. We herkennen ook dat het eigenlijk per cultuur afhankelijk is of vrouwen hier heel open over zijn of dat er wat meer geslotenheid is. En daarin een verschil wat we terug horen. Het is wel vaak zo, horen we ook van professionals terug en ook wel herkenbaar denk ik, dat het niet iets is wat men zomaar zelf benoemt. Dus het is wel eigenlijk aan de professional om het onderwerp op tafel te brengen. Dan wordt er ook wel over gesproken. Dat is wat we vaak terug horen, wat voor mij ook wel herkenbaar is. Wat betreft die ervaringsdeskundige groep, dat ken ik niet. Maar er zijn natuurlijk wel sleutelpersonen die echt een rol hebben in de diverse gemeenschappen. Die ook voor een deel ervaringsdeskundigen zijn. Maar dat verschilt. Ik weet niet of jij daar nog meer op hebt aan te vullen, Diana. Nou, inderdaad, sleutelpersonen spelen hier een hele belangrijke rol in. En mocht je daar meer over willen weten of in contact willen komen met sleutelpersonen, kan je contact opnemen met EFSAN of via de website www.efsan.nl. Ik zal het zo ook even in de chat zetten. Ik doe dat gelijk, dan kan ik het ook niet vergeten. Dus via EFSAN kan je in contact komen met sleutelpersonen. Verspreid over heel Nederland is er een netwerk van actieve sleutelpersonen afkomstig uit veel landen waar VGV voorkomt als traditie. Dus zij kunnen zeker daar een rol in spelen. Ik zie nog één vraag. Wat is jouw advies hoe in gesprek te gaan met ouders, meisjes in de jeugdgezondheidszorg?
Ja, ik kan een beetje daar een deel antwoord op geven, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf niet in de jeugdgezondheidszorg gewerkt, wel de kindergeneeskunde, kind- en jeugdpsychiatrie. En wat mij daar ook wel in hielp, is dat het ook gewoon iets is wat je standaard vraagt. Een standaard onderdeel maken van eigenlijk de vragen die je gewoon moet checken. Net zoals we ook altijd vroegen, ja, vragen van, hé, heb je al seks gehad of niet? Dat zijn ook vragen die je wel op tafel wilt leggen en die toch aan de andere kant ook soms een beetje gevoelig voelen. Dus ik denk dat het daarin ook echt gewoon zaak is om het uit een beetje taboes weer te halen. De vraag van, goh, bent u zelf besneden aan de moeder? Gebeurt het in uw omgeving? Hoe kijkt u daar tegenaan? En wat heeft u ook al benoemde, we horen wel veel terug dat uiteindelijk ouders daar wel echt op antwoorden. En natuurlijk weet je nooit 100% of zij daarbij ook de waarheid spreken, maar tegelijkertijd ja, is het ook maar de vraag. Het is ook iets hè, waar je in ieder geval dan het gesprek over aangaat. En dan kun je altijd vervolgens op je gevoel gaan volgen van, voelt dit vertrouwd? Voelt alsof ze hier open zijn? En mij ook vertellen wat er echt bij hen speelt. Dankjewel, Annemiek. Dit zijn misschien nog wel altijd allerlei andere tips, maar daarvoor moet je, ja, ben ik niet misschien de juiste persoon. Ik kan in elk geval aankondigen dat het volgende webinar in december, 6 december, gaat over gespreksvoeding. En dat wordt verzorgd door Martine Bos samen met een sleutelpersoon. En zij gaan ons meenemen in hoe je die gespreksvoeding nou, kan inzetten. Ik ga even het bruggetje maken naar onze volgende spreker. En aan het einde hebben we weer ruimte voor presentatie, voor vragen, sorry. Susanne, ik ga jou het woord geven en tegelijkertijd jouw presentatie starten. Even kijken. Ja, dankjewel. Is die zichtbaar nu? Ja, hij komt eraan. Ja, daar is die. Oké, ik ga op mute. Yes. Nee, ik werk inderdaad bij het ministerie BWS en ik ben benaderd om inderdaad in dat rapport bleek dat er gewoon nog best wel veel onduidelijkheid bestaat over hoe zit dat nou, wanneer mag ik nou veilig thuis benaderen met vragen, hoe doe ik dat met advies, wanneer doe ik een melding, wat zijn mijn rechten en plichten erin, dus daar wil ik vandaag wat meer over vertellen. Dan mag hij naar de volgende sheet. En wat dingen die mij dan inderdaad opvallen in het rapport zijn dan inderdaad de volgende dingen. Bijvoorbeeld dat er wordt gezegd, toen ontstond er echt paniek. Ik denk dat die medewerker verstrikt raakte in de privacywet. Privacyregelgeving is echt wel een drempel en er is veel onduidelijkheid. Veel bedrijfsrespondenten voelen zich belemmerd bij de overdracht van signalen door privacyaspecten. En aan de andere kant zijn er ook, mensen die zeggen, veel, ik negeer de privacyregels op het moment dat ik serieuze zorgen heb. Over dat. Of je dan de privacyregels negeert, daar gaan we het nog over hebben. Ik denk dat je ze dan vaak wel volgt, maar dat je dan inderdaad de afweging maakt om te delen binnen de huidige mogelijkheden. En tuchtrecht speelt daarin een rol. En daar zitten denk ik twee kanten aan. Eén inderdaad de vraag van, nou, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik kan en wat ik mag. En ja, omdat ik onzeker ben, wees ik dan maar voorzichtig en doe ik geen melding. En aan de andere kant ook gewoon de procedure die zit rondom het tuchtrecht. Het is natuurlijk vervelend op het moment dat je voor een tuchtrecht aangesproken wordt. De procedures die duren vaak lang. Dus dat hangt toch een beetje boven je hoofd. Dat is wat ik van veel professionals hoor. Daar kan ik op dit moment niks aan doen. Wat ik vandaag vooral wil meegeven is, probeer je niet te veel te laten leiden door de angst. Maar kijk vooral welke richtlijnen er zijn en wie je kunnen helpen bij het maken van een afweging. Dan mag die door naar de volgende sheet. En wat je dan zult zien is dat op het moment dat je een zorgvuldig besluit neemt, dat ook een tuchtcollege daar op die manier naar wil kijken. Er is bijvoorbeeld een zaak geweest waar inderdaad wordt geconcludeerd, deze huisarts die meldt de zorgen over een kind volgens het boekje, heeft de meldcode gevolgd. En deze tuchtcollege heeft ook aangegeven richting de ouders. Het is inderdaad heel moeilijk om geconfronteerd te worden door een professional met het feit dat het kind mogelijk geschaad wordt door het eigen handelen. En richting professionals van dat roept heel veel emoties op en heel veel onduidelijkheid. Maar tegelijkertijd wordt wel van jou als professional verwacht dat je handelt en dat je afweegt. Hij mag door naar de volgende sheet. Nou, dan ga ik heel even in het juridisch technische verhaal. Er is namelijk een wettelijke bevoegdheid. Heel veel professionals hebben een beroepsgeheim en geven ook wel aan, ja, dat maakt dat ik niet zomaar mag delen. In de wet maatschappelijke ondersteuning staat een bevoegdheid voor alle derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen, informatie
om die te delen met Veilig Thuis op het moment dat dat noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een vermoeden daarvan te onderzoeken. En dat is denk ik inderdaad die twee dingen, dat Veilig Thuis niet alleen een situatie van huiselijk geweld kan stopzetten, maar ook gewoon goed kan kijken van wat is er nou nodig om dit vermoeden te onderzoeken en wie zouden we daarbij moeten betrekken. En je kan Veilig Thuis dan bij Veilig Thuis een melding doen zonder toestemming van de betrokkenen en met doorbreking van een geheimhoudingsplicht. En datzelfde geldt op het moment dat Veilig Thuis een melding in onderzoek heeft en jou als professional benadert met de vraag van wij hebben een situatie in onderzoek. Je bent als professional betrokken bij dit gezin. Wij zouden graag meer informatie willen hebben over het volgende. Ook dan geldt dat je het recht hebt om die informatie te delen. Dan gaan we even door. Hoe doe je dat dan? Daar heb ik een heel mooi filmpje over, die ik jullie zal nasturen, want het blijft wat ingewikkeld om dat in deze presentatie te doen. Dus we gaan door en dan komen we eigenlijk op de meldcode. Ik zie ervoor dat eigenlijk iedereen de bevoegdheid heeft om bij Veilig Thuiszorg te melden. En voor veel organisaties geldt dat zij daarvoor een meldcode moeten hebben. Heel kort gezegd zijn er 5 stappen in elke meldcode. Namelijk 1, breng de situatie in kaart. Welke signalen zijn er nou waardoor jij denkt, hier is mogelijk een zorg? Mijn advies erbij is zo feitelijk mogelijk. Beschrijf, wat zie ik, wat hoor ik, wat wordt mij verteld en waarom maak ik me daarover zorgen? En stap 2, dat is denk ik heel belangrijk, doe het nooit alleen. Overleg met een collega en ik denk vooral in het geval van VGV, waarbij het best wel een specifieke deskundigheid is, betrek altijd iemand met deskundigheid op dat gebied. Annemiek zei het al, er zijn heel veel aandachtsfunctionarissen bij de jeugdgezondheidszorg bij Veilig Thuis. Weet dat je Veilig Thuis ook anoniem kan bellen om een advies te vragen. Om uit te leggen, ik zie de volgende situatie. Ik ben niet bekend met deze materie. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Zouden jullie met mij mee kunnen denken welke stappen ik zou kunnen zetten en hoe ik het gesprek daarover kan voeren? Stap 3 is, ga in gesprek met het betrokken gezin. Inderdaad, die webinar met gesprekstechnieken zal er denk ik heel erg bij helpen om te kijken hoe ga je zo'n gesprek nou aan. En dan gaan stap 4 en 5 zijn eigenlijk de slotsom. Weeg inderdaad wanneer is de situatie dermate ernstig dat ik een melding wil gaan doen. En beslis over of je die melding gaat doen of dat je zelf hulp kan organiseren of beide. Ik zag in het rapport dat vaak wordt ervaren dat Veilig Thuis ook weer dingen teruggeeft. Dat klopt tot op zekere hoogte, omdat Veilig Thuis zelf geen hulpverlener is. Dus die zal altijd ook terugvallen op de betrokken hulpverleners om te kijken van wat kan je zelf doen in deze situatie om het VGW te voorkomen. Dan mag je door naar de volgende sheet. Nou, sinds 1 januari 2019 is de meldcode iets aangepast. Er is een afwegingskader bijgekomen en er is een professionele norm op basis waarvan van professionals wordt verwacht dat ze ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Dat zijn eigenlijk alle situaties waar sprake is van acute onveiligheid. En wanneer er een vermoeden is op VGV, valt dat vaak, zoek vooral in het afwegingskader van jouw betreffende beroepsgroep. Maar in de afwegingskaders die ik heb gezien, staat dat meestal vermeld als een van de voorbeelden waarbij sprake is van acute onveiligheid. Daarnaast is er op Rijksoverheid een toolkit beschikbaar. En dan mag die door naar de volgende sheet. Er is een specifieke factsheet over vermoedens van eergerelateerd geweld, waaronder VGV. Daar waarin eigenlijk bij elke stap van de meldcode specifiek voor VGV wordt uitgelegd hoe pakt dit nou uit bij vermoedens van VGV. Dus benut heel goed die meldcode. Dat helpt gewoon heel erg in de afweging die gemaakt kan worden. Dan mag die nog door. Nou, ik heb even een paar dingetjes eruit gehad van hoe helpt zo'n afwegingskader mij nou? En dan zie je ook inderdaad van, wees zo feitelijk mogelijk. Wat je als, ik hou me breder bezig met de taken van Veilig Thuis, wat vaak wel een kritiekpunt is rondom dit soort onderzoekers, dat mensen zeggen, het is gewoon niet waar wat over mij wordt gezegd. En dat zit hem vaak in dat aannames worden gepresenteerd als feiten. Dus wees vooral zo feitelijk mogelijk. Zeg van, ik heb dit gezien, ik vermoed dit en daarom doe ik de volgende acties. In de afwegingskader wordt ook een onderscheid gemaakt tussen vermoedens van een dreigende VGV en een uitgevoerde VGV. Van hoe handel je daar nou in?
En is een signaalwijzer opgenomen. En daar staat ook duidelijk in, bij een acute bedreiging van onveiligheid, neem altijd contact op met de aandachtsfunctionaris van Veilig Thuis. Om in ieder geval te bespreken wat je moet doen en om af te wegen of je een melding moet doen. Overleg ook met de politie indien er sprake is van een mogelijk strafprofijt. Mijn advies is, bel eerst Veilig Thuis, bespreek daarmee en bespreek ook daarvan, is het hier nodig om de politie in te schakelen of niet. Stap 2 is inderdaad de consultatie van een deskundige. Dan mag die door. Het gesprek met de cliënt, het wegen van het geweld en inderdaad het beslissen. Hier staan allemaal korte stukjes, maar weet dat bij elk van deze stukjes het afwegingskader nog wat meer informatie geeft en nog specifiek hoe je dat nou doet bij VGV. Dan mag die door. Dan werkt een beetje toe naar een conclusie. En dat is met name van, wees je ervan bewust dat niets doen op het moment dat je VGV signaleert is eigenlijk geen optie. Je zal in ieder geval moeten afwegen van hoe sterk is mijn vermoeden. Wat kan ik zelf doen? Met wie kan ik overleggen? Laat je niet te veel leiden daarin door angst voor bijvoorbeeld het tuchtrecht. Maak vooral gebruik van de richtlijnen en de hulpmiddelen die er zijn. En doe het niet alleen. Raadpleeg altijd een collega, het liefst iemand met specifiek VGV als aandachtsgebied. Raadpleeg Veilig Thuis of je gezondheidszorg. En wees vooral naar het gezin ook open en eerlijk over de dingen die je ziet en waar je zorgen over maakt. Tenzij dat niet anders kan vanwege acute onveiligheid. Als je dat doet, is mijn ervaring dat ook een tuchtcollege dan tot de conclusie zal komen dat je in de gegeven omstandigheden tot je afweging hebt kunnen komen om een melding te doen. En dat je daarbij de zorgvuldigheid hebt in acht genomen die van jou als procureur wordt verwacht. Dan ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie. En ik zag volgens mij tussendoor één vraag in de chat voorbij komen. Die heb ik niet. Even kijken hoor. Ik zie sowieso de vraag, kunnen we de presentatie ontvangen, bijvoorbeeld per mail? Na dit webinar krijgen jullie allemaal van mijn collega Carla een mail. En dan delen we de presentaties en ook het link van het filmpje van Suzanne, wat we nu niet konden delen. Ja, en ik zal er ook even. Ik vond toevallig net een link van een pagina waar die afwegingskaders voor de verschillende beroepsgroepen even onder een rijtje staan. Dus die zal ik ook even meesturen. Dat is denk ik handig. Even kijken hoor. En dan zie ik een vraag van Hetty. Zien jullie schaamlipcorrecties die vrouwen, meisjes in Nederland laten uitvoeren als VGV? Dat is een hele interessante vraag en een hele interessante discussie. En officieel zijn schaamlipcorrecties in Nederland niet verboden. En de WHO, dus de World Health Organization, die eigenlijk de definities geeft van VGV, schaart schaamlipcorrecties niet onder VGV. Dus ik weet in Engeland hebben ze piercing, dus vaginale of clitorale piercings wel opgenomen. In Nederland is dat niet zo. Even kijken hoor. Ik zie een vraag, krijgen we een aanwezigheidsattest toegemaild? Ik weet niet zo goed wat daarmee bedoeld wordt. Dus misschien wil je je vraag nog even in de chat specificeren. Je krijgt geen deelnemerslijst in elk geval. En ook geen bewijs van deelname. Ik weet niet of dat al een antwoord op de vraag is. Els Leijen vraagt, is het onderzoek van de AEF gepubliceerd in een rapport dat we kunnen raadplegen? Ja. Annemiek? Ja, dat is zo inderdaad. Volgens mij staat dat op de site van het ministerie van VWS. We kunnen het natuurlijk ook gewoon meesturen in de mailing die straks sowieso uitgaat met de presentaties, met die nazending. Dus dan heb je het dan ook. Maar het is ook online beschikbaar en te vinden. Ik denk dat als je zoekt op, even uit mijn hoofd, signaleren en melden van VGV door professionals en daar AEF bij zegt, dat je hem waarschijnlijk wel vindt. Zo vind je hem inderdaad. En ik denk inderdaad dat we hem gewoon bij de mailing nog een link kunnen doorsturen. Ja. Ik zie nog een vraag. Is de privacywetgeving ook van invloed op in hoeverre sleutelpersonen casuïstiek open kunnen bespreken met professionals? Met andere woorden, kunnen professionals volgens de wetgeving
openlijk praten met sleutelpersonen over een casus. Juist de info van sleutelpersonen is belangrijk in een casus. Suzanne, kan jij hierop reageren? Ja, dan moet ik eerlijk bekennen dat mijn kennis over sleutelpersonen en wie dat precies zijn en wat die precies voor een functie vervullen, iets wat beperkt is. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon mensen zijn met expertise meer vanuit een ervaringsdeskundigheid. Klopt dat? Sleutelpersonen zijn mannen en vrouwen die vaak afkomstig zijn uit de landen waar VGV voorkomt. En die zijn getraind in het bespreekbaar maken van VGV en in het voorlichting geven aan hun gemeenschap. En in principe doen ze dat vaak als vrijwilliger, maar wel ook met een vrijwilligersvergoeding. En soms zijn ze ook in dienst bij bijvoorbeeld een GGD. En ze zijn vaak verbonden aan organisaties in een regio. Een migrantenorganisatie of een zelforganisatie. Ja. Nou, juridisch is dan... Kijk, als iemand bij zo'n organisatie in dienst is, dus het is in feite een van jouw collega's, dan kan je die altijd als een collegiale deskundige kan je die raadplegen. En verder geldt altijd dat je de casus altijd anoniem kan voorleggen om even te bespreken van joh, ik heb hier een situatie waarin ik het volgende zie. Ik heb het volgende gesprek gehad. Hoe zou ik dit gesprek het best verder kunnen vervolgen? En verder is denk ik ook heel goed om op het moment dat je zo iemand zou willen aan laten sluiten bij een gesprek, wat ik me kan voorstellen, om dat gewoon open met het gezin te bespreken. Van joh, ik heb de volgende zorgen. Ik zou daar graag iemand van willen betrekken. Vindt u dat ook goed? Dat zijn in ieder geval mogelijkheden. En pas op het moment dat de zorgen groter worden en je voelt geen ingang bij het gezin, dan kan je eventueel met conflict van plichten ook over je beroepsgeheim heen stappen. Maar dan zijn we echt een paar stappen verder. Ik denk dat de casus ook via hen kan binnenkomen. Dus dan moet ik zien dat je als professional op de hoogte komt van een situatie met een vermoeden via een sleutelpersoon. Ja, en dan heb je hem via die weg binnengekomen. Dat hangt een beetje per beroepsgroep, denk ik, vanaf hoe dat precies gaat. Maar ik weet dan in ieder geval, ik zit even te denken of ik een situatie kan schetsen met het juridisch kader erbij. Het hangt er denk ik een beetje vanaf hoe die binnenkomt. Kijk, als iemand gewoon zelf niet komt van, joh, ik ben een gezin op het spoor gekomen. Ik zou graag daar een hulpverlener bij betrekken. En het gezin weet daarvan, dan is het heel makkelijk. Dan is het een kwestie van de link leggen en uitnodigen voor een gesprek. En via de sleutelpersoon dat gesprek tot stand laten komen. Ik weet ook niet of hiermee bedoeld wordt dat iemand zeg maar anoniem als soort tussenpersoon zegt van, er is iets aan de hand binnen dit gezin. Zouden jullie erop af kunnen gaan en mij daarbij een soort van anoniem als een melder te kunnen benaderen, dan zou ik het vooral wel via Veilig Thuis laten verlopen. Adviseren om eerst contact op te nemen met Veilig Thuis, om die de signaaltjes ook bij elkaar te kunnen laten leggen. En ik zou er nog bij willen aanvullen dat ik weet dat er ook GGD's zijn die de samenwerking echt wat meer officieel vorm hebben gegeven met sleutelpersonen, die dan ook een contractje opstellen. Waarin afspraken rondom privacy en beroepsgeheim uitgewerkt zijn. En een voorbeeld van zo'n contract kan je ook vinden op de site van FADOS. Even kijken, ik zie op dit moment geen vragen in de chat. Dus voel je vooral nog vrij. We hebben nog heel even om een vraag te stellen. Ik heb zelf nog wel een vraag, Annemiek, en misschien ook aan Suzanne. Wat in het rapport komt duidelijk naar voren. Dat veel professionals zich meer op, of in elk geval sneller geneigd zijn om bijvoorbeeld zich te wenden tot de JGZ dan tot Veilig Thuis. En daarbij. Ik zit me dan af te vragen van wat is daar eigenlijk voor nodig? Is dat gewoon in orde? Of willen we ook professionals veel meer richting Veilig Thuis begeleiden of sturen? Hoe zien jullie dat? Annemiek, ik zag jou al knikken. Wil je anders beginnen dat ik aan wil? Ja, dat is goed. Nou, aan de ene kant
hebben we Veilig Thuis natuurlijk wel aangewezen als organisatie die op het moment dat er veiligheid eigenlijk in het geding is, dat die kan doorpakken, dat die wat kan doen, dat die eigenlijk een soort regie kan nemen of kan kijken van wat kunnen de verschillende ketenpartners dan nog betekenen in deze casus en hoe brengen we het kind in veiligheid. Dus daarin is het natuurlijk wel wenselijk op het moment dat de veiligheid in het geding is, dat Veilig Thuis eigenlijk daarin een rol speelt. Wat wel meespeelt, ook even is een beetje pragmatisch, is dat als Veilig Thuis heel veel extra aanvragen krijgt, is het ook even de vraag of ze dat allemaal aankunnen. Het is niet heel lang geleden dat er best wel wachtlijsten waren bij Veilig Thuis over wat zij konden oppakken in relatief korte tijd. Dat gaat nu weer een stuk beter. Je leest ook recent berichten dat alles binnen enkele dagen wordt opgepakt. Dus dat is wel de wenselijke situatie, maar de praktijk is soms ietsje weerbarstiger. Ik denk dat het mooie is van de JGZ dat zij wel aanbevelingen kunnen doen en kunnen adviseren, ook al vanuit hun nabijheid en vanuit de rol die ze hebben. En dat dat wel iets is waar je ook de JGZ voor kunt benutten en misschien zelfs kunt versterken. Dus dat is wel een van de aanbevelingen die we zien in het rapport en waarvoor je denk ik niet alleen Veilig Thuis als ketenpartner hebt. Dus dat is wat mij betreft in ieder geval mogelijk. Ja, misschien als aanvulling erop. Kijk, als het moment dat je ziet van joh, dit gaat wel met een gezin uit een risicogebied en er zijn wat risico's, maar ik heb afgestemd met iemand van de JGZ en ik weet hoe ik het kan aanpakken en ik denk dat ik zelf de zorg goed kan organiseren en dat ik op tijd kan opschakelen op het moment dat het nodig is, dan is het in die situatie denk ik ook nog niet nodig om Veilig Thuis daar altijd bij te betrekken. Wellicht wel om hen advies te vragen, maar dan is het nog niet het moment daar om een melding te doen. Maar op het moment dat er inderdaad sprake is van acute veiligheid, onveiligheid, dan is de professionele norm melden. Natuurlijk na een afweging, dus nooit klakkeloos, maar blijf er dan niet zelf mee rondlopen, terwijl je eigenlijk niet goed in staat bent om de zorg zelf te organiseren. Of op het moment dat je denkt, ik kan wel zelf een aantal stappen zetten, maar het loopt op een gegeven moment toch spaak, betrek dan Veilig Thuis. Dankjewel. Ik wil alvast melden dat mijn collega Carla in de chat een link naar een evaluatieformulier heeft geplaatst. We zijn altijd heel erg blij met iedereen die dat invult, want daar halen wij ook input uit voor onze volgende webinars die wij willen organiseren. Dus als u dadelijk de moeite wil nemen om die in te vullen, hij is maar heel kort, heel graag. Dank u wel. We hebben nog ruimte voor één vraag. Even kijken. Nee, ik zie nog twee opmerkingen. Marjan zegt, als er sprake is van acute onveiligheid, zal Veilig Thuis dit ook met prioriteit op moeten pakken. Dus altijd melden. En een opmerking nog van Marjan. Als verloskundige merkte ik de dreiging voor een oude kind. Ik heb contact met de huisarts gezocht, omdat een oude kind niet behoort tot mijn doelgroep. Is dit juist? Susanne, is dit misschien voor jou of Annemiek? Ik denk dat het juridisch stuk is voor Susanne, maar ik kan hem, ja, dus misschien dat eerst handig, dat ik daarna nog even reageer op meer van, ja, wat zou je nog meer kunnen doen? Ja, ja, het is inderdaad een beetje de vraag van hoe groot je dreiging is en kan je inderdaad onderbouwen dat je beroepsgeheim doorbreekt op het moment dat je de huisarts benadert. Maar dan denk ik dat als de huisarts inderdaad de partij is die zicht heeft op dit kind, dat dat een goede partij zou kunnen zijn om de informatie mee te delen. Desalniettemin denk ik dat ook in dit geval Veilig Thuis een goede optie zou zijn geweest om in ieder geval mee af te stemmen. En ik heb dat nog niet genoemd, omdat het hier met name gaat om meldingen bij Veilig Thuis. Maar wees ook bewust dat ook dit zoiets is als de verwijsindex risicojongeren. Dat op het moment dat je een kind ziet of een gezin waarin je denkt, hier is best wel sprake van risico's voor de ontwikkeling van dit kind, dat je ook een melding kan doen in de verwijsindex. Dat is alleen een BSN-nummer waarmee je aangeeft, ik ben betrokken bij dit gezin en ik zie risico's. Op het moment dat bijvoorbeeld de huisarts in dat geval hetzelfde zou doen, dan komt er een signaal van, joh, er zijn twee professionals met zorgen over dit gezin. En dan kan je met het gezin in gesprek om daar samen in te werken. Dan geef ik nu het woord weer even aan Annemiek voor. Ja, daar komt er wel een goede tweede vraag over bij. Hoe kan de verwijsindex voor mensen zonder verblijfspapieren en BSN worden benut? Dat is ook een uitdaging. Het lastige van de verwijsindex is inderdaad dat aan de ene kant bij één melding is er nog niet meteen, wordt het niet meteen proactief opgepakt. Dus op zich vind ik het ook wel heel goed om juist te overleggen met de huisarts op het moment dat je denkt van hier is dreiging. Wat moet ik hiermee? JGZ, afhankelijk van de leeftijd van het kind, is dan ook natuurlijk nog een mogelijkheid. En Veilig Thuis ook.
Ik denk inderdaad, als je verloskundige ben je, dan sta je niet aan de lat van. Het is wel mooi dat je die signalen opvangt en dat je eigenlijk dat overdraagt aan een van je collega's in de keten. Ja, wat betreft de verwijsindex voor mensen zonder verblijfspapier en BSN. Als mensen een tijdelijke status hebben, dan hebben zij wel een identiteitsbewijs. Niet met een BSN, maar ik kijk ook even naar Suzanne of Sanne. Ik zou verwachten dat de verwijsindex dan wel voor hen ook geldt. Want dan zijn zij als het ware, ja, ik noem het even traceerbaar. Dat is een beetje ik ben ondertussen aan het zoeken, maar ik weet dat je de verwijsindex ook een melding kan doen voor mensen zonder BSN. En dan is het volgens mij op basis van de geboortedatum in combinatie met een aantal andere gegevens. Ik zoek ondertussen even verder. Als ik het vind, dan zit het in de chat. Dan ga ik ondertussen wel alvast richting afsluiting, want we zitten namelijk op de tijd. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aandacht en aanwezigheid bij dit webinar. Zoals gezegd zijn we 6 december weer terug met een webinar over gespreksvoering. Dus mocht je collega's ook hebben in de GGZ of die een rol hebben in het bespreekbaar maken van VGV met ouders of met jongeren zelf, dan zijn jullie daar van harte bij welkom. En het tijdstip is weer om 14:30, van 14:30 tot 14:30. En morgen, vanaf morgen is de mogelijkheid om je aan te melden voor dit webinar. Suzanne en Annemiek, hartelijk dank voor jullie uitgebreide en heldere verhaal. We zullen jullie presentaties delen via de mail. En Suzanne, misschien wil je dan ook de informatie die jij nu nog aan het opzoeken bent, kunnen we dan ook daarin meenemen. En dan rest mij jullie allemaal een fijne dag te wensen. En hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.